Hoi allemaal, Creatief Project week 10. Het thema van deze week is helden. Niet ongewoon dat dit woord afgelopen maanden de revue is gepasseerd. Want zeker in deze tijden kunnen we wel wat helden gebruiken. Alle disciplines, alle vakken hebben gekozen voor een opdracht die aansluit op dit thema. Bekijk deze video en maak je keuze. En heel veel succes! Allemaal. Nou, we zijn aangekomen bij week 3 en dat gaat over helden. Nou, de opdracht voor theater is vrij simpel, want ik moest eigenlijk gelijk denken aan helden die hebben toch een hoge status. Hoge status versus lage status. Nou, wat moet je doen? Je gaat een foto maken van jezelf in een hoge status en in een lage status. Kijk maar even naar het voorbeeld. Nou, zo simpel kan het zijn. Je gaat de foto in een bestandje zetten waar je wat lijntjes kan trekken en dan zet je de kenmerken van een hoge status en een lage status daarbij. Nou, dit is het voorbeeld. Hoi allemaal. Als jullie deze keer voor kunstvak beeldend kiezen, dan gaan jullie een masker maken. En een masker is echt een belangrijk onderdeel van de kleding van een held. Een held die wil niet altijd te koop lopen met wat hij doet, alle goede dingen. En vaak zijn het ook wel gewone mensen, maar toch met een speciale kracht. Ze willen graag anoniem blijven en dan is een masker echt een supergoed middel om die anonimiteit te garanderen. Wat jullie gaan doen is jullie gaan eigenlijk nadenken over wat voor soort masker zou jij willen maken. We duiken heel eventjes de geschiedenis in. We kennen de maskers bij de superhelden vooral als een paar voorbeeldjes zoals je hier ziet. Je hebt de goede rikken, de slechte rikken en ze hebben altijd vaak een mooi kostuum en dan maakt het masker het helemaal af. In het masker is ook een soort emotie te zien. En aan jou is dus ook om te bedenken, welke emotie ga jij erin brengen? Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb het in stappen opgedeeld, de opdracht. Die kun je gewoon zelf doornemen. En als je de linkjes hier ziet, daar kan je op klikken en dan krijg je meer inspiratie op Pinterest. Dus neem dit vooral gewoon door. Bij deze opdracht het materiaal vrijgelaten. En dat is wel heel tof, want dan kan je gewoon heel veel kanten op. Dus kijk vooral in huis rond wat je allemaal kan vinden. En hier in het rood staan nog wat voorbeeldjes. Nou, en hoe je het dan gaat maken, dat is aan jou. Nou, hier nog wat voorbeeldjes van maskers. Inspiratie is altijd fijn. En voor degene die denken van nou, dat kan ik allemaal wel, ik durf wel wat meer uitdaging aan, zou je kunnen kijken naar Peppa Cura. Uiteindelijk lever je een foto van je masker in. Het zou tof zijn als je hem echt ook op hebt gezet of dat je iemand hem laat opzetten. Ik wens jullie heel veel succes en plezier bij het maken van deze opdracht. Hallo beste leerlingen, ik ga jullie vertellen wat wij gaan doen met MVI met het thema helden. Nou, wij gaan quote posters maken en een quote is een bekende uitspraak. En elke held heeft wel een bekende uitspraak. Hier zie je een paar voorbeelden van quote posters van superhelden. Naast superhelden heb je natuurlijk ook beroemde mensen die een held kunnen zijn. Hier zie je wat quote posters daarvan. En naast beroemde mensen kunnen ook hele gewone mensen helden zijn. Je buurvrouw, je moeder, je huisdier. Bedenk daarbij een quote die daarbij past en een beeld. En je kunt daar ook een hele mooie quote poster als eerbetoon voor maken. Dit is wat we gaan doen. En als je er meer van wil weten, dan kom je naar het videouur. En dan leg ik het jullie allemaal uit.
Hopelijk tot ziens. Fotografie, thema opdracht, helden. We can be heroes. Deze week ga je een familielid omtoveren tot held. Je maakt twee foto's. Familielid zoals hij of zij normaal is, familielid als held. Een stappenplan. 1. Lees deze lesbrief goed door. 2. Check de productie-eisen. 3. Maak een plan. 4. Bereid de fotoshoot goed voor. 5. Maak een before-foto, dus zonder helden-styling. En 6. Maak de heldenfoto. 7. Lever in via magister. Gebruik de volgende vragen als inspiratie. Vraag 1. Wat is het standpunt van de foto? Kikker, neutraal of vogelperspectief? Vraag 2. Wat valt je op aan de houding van de held? Vraag 3. Wat voor licht is er gebruikt? Van welke kant komt het? Vraag 4. Is de foto donker of licht? Tips voor het maken van een heldenfoto. 1. Maak een plan. Waarom is de persoon die jij gaat fotograferen een held? Wordt er een wiskundeheld, een schoonmaakheld, een superheld, een klusheld, een slaapheld of juist een gameheld? 2. Maak eerst een before-foto, dus jouw held zoals hij of zij er normaal uitziet. 3. Zoek voorwerpen, attributen en de juiste kleding voor de held. 4. Moet jouw held iets vasthouden? Of wat staat er op de achtergrond? 5. De locatie. Welke locatie past bij jouw held? 6. Licht. Verzamel lampen om licht op jouw held te schijnen. Of gebruik de zon. 7. Heb je een rookmachine? Gebruik deze vooral voor jouw heldenfoto. 8. Fotografeer vanuit een kikkervorsperspectief. Je zult zien dat jouw held een nog grotere held wordt. 9. Regisseer jouw held. Hoe kijkt een held? En welke houding neemt een held aan? 10. Maak veel foto's. Houd je camera staand of liggend. 11. Maak medium of totaalshots. Dus fotografeer jouw held van dichtbij en van ver af. 12. Kies de beste foto uit en je mag deze natuurlijk nog editen. Tip: let op de kleur. Wat draagt jouw held en welke kleur heeft jouw achtergrond? Of ga je juist een zwart-wit foto? Waar moeten de foto's aan voldoen of hoe lever je foto's in? Minimaal 2 foto's. 1 gewone foto, before foto. 2 een heldenfoto. Deze moeten voldoen aan gemaakt met kikkervorsperspectief, aandacht voor styling, de kleding en de held heeft een voorwerp vast. Hoe leef je het in? Via magister. Heel veel plezier met deze opdracht voor week 10.